Welkom in de laatste video van deze reeks, de Nutanix Leap Failback video. We hebben in een vorige video de failover gedaan van ASX-E naar Acropolis Hypervisor. Onze source site is volledig terug op en running en we gaan nu de failback doen. Op onze source site draaien geen virtuele machines. Op onze target site, Acropolis Hypervisor, draaien onze machines Leap 1 en Leap 2. Onze failover duurde 3 minuten 77. Nu gaan we op de source kant de failback doen. Dus we kiezen hier terug voor failover. Onze primary location is de Acropolis. We gaan een geplande failover doen. En onze target is onze ASX-cluster. We starten het recovery plan. We krijgen weer de warning dat we geen ultimate licenses hebben, maar zoals altijd met Nutanix kunnen we de functionaliteit wel gebruiken. In ons taskoverzicht kunnen we de verschillende stappen opvolgen. Hij is al bezig met de migratie van de laatste wijzigingen van ons Leap 1 en ons Leap 2. Toestel. We zullen zien dat de virtuele machines hier zo dadelijk gederegistreerd worden nadat ze afgezet zijn. Ze zijn allebei afgezet en ze worden nu gederegistreerd. Op onze ASX-site zien we momenteel nog niks. Op Acropolis zijn ze mooi weg en we zien ze aangemaakt worden, geregistreerd worden binnen onze ASX-cluster. Hier zien we ook onze twee virtuele machines. Omdat we in ons recovery plan een start-up volgorde hebben ingesteld, zullen we zien dat Leap 1 eerst opstart en als deze volledig klaar is, zal pas Leap 2 opgestart worden. Leap 1 is ondertussen opgestart en wacht nog op zijn correct IP-adres. Vandaar dat Leap 2 nog niet opstart. We kunnen momenteel al wel zien dat het virtueel machine al geboot is. Daarnet draaide hij nog op Acropolis Hypervisor, nu draait hij terug op ASX-E, zonder dat wij zelf een wijziging hebben moeten aanbrengen. Het IP-adres wordt nog geïnjecteerd, zodat terug het origineel IP-adres beschikbaar is. Zo, we zien ondertussen dat het IP-adres correct staat ingesteld in VLAN 131 met hetzelfde IP-adres als op de Acropolis Hypervisor. Hij gaat nu starten met het opstarten van Leap 2. Die is ondertussen ook al gebeurd. Hetzelfde zien we in Virtual Center. En we zien dat beide machines geboot zijn. Er rest ons alleen nog te controleren of het IP-adres juist staat. Hetgeen ondertussen ook in orde is. Zo, dit was de videoserie Nutanix Leap, waar we de testfailover gedaan hebben, de failover en de failback. En dit allemaal met verschillende hypervisors.